FC Lisse hoopt een ronduit ellendig jaar achter zich te laten in Harderwijk, waar het seizoen definitief begint. Een beetje later dan de bedoeling, omdat vorige week te spekken in een moeras was omgetoverd door de regenval. Veel nieuwe gezichten bij de geel-blauwe. En daarmee hoopt FC Lisse zich weer van zijn beste kant te kunnen laten zien. Montigny, hij is een oud gezicht, maar wel weer fit na lange tijd. Een opluchting voor hem. De man die op de vleugel begint. En eindelijk af is van die knieklachten die hem zo lang dwars zaten. Rick Vermeulen en Niels Buis beginnen niet aan dit seizoen. Voorlopig uit de roulatie. En Lisse probeert meteen de toon te zetten bij VVOG. Bal komt op het hoofd van Rodi van der Putten. En dan heeft Lisse niet veel tijd nodig gehad. Amper 2 minuten onderweg. En de clubtopscorer van vorig seizoen, die zelf ook een kwakkeljaar had met blessures, met vormgebrek, is nu meteen op zijn plek. En zet zijn hoofd tegen die bal. Kevin Rijnvis is kansloos, de keeper die ooit 5 wedstrijden in de hoofdmacht van Dordrecht mocht uitkomen. Hoe gaat FC Lisse om met deze voorsprong? De ploeg lijkt wat nonchalant te worden, getuige dit balverlies. Omschakeling voor VVOG met Laitu Peresa. Ex-GVVV. Bia met de kapbeweging stuurt Komen het bos in. Mikt dan net over het doel dat verdedigd wordt door Erik Cummins, de nieuwe keeper van FC Lisse. Bij FC Lisse. Tegenvaller voor de ploeg van Robert de Ruiter. Thierry Montigny moet toch al vroeg afhaken. Het veld wordt verlaten door Thierry. En dat betekent dat Milton Klooster zijn debuut maakt in competitieverband. De man die over is gekomen van AS Trenčín uit Slowakije, waar hij nauwelijks aan bod kwam. Aanval van de Harderwijkers. En dan moet Cummins het doel uitkomen. En dan is hij ook op tijd. Laat zien waarom hij met zijn profervaring een meerwaarde is voor Lisse. Op de inzet van Mike Arends, die vorige week nog matchwinnaar was namens VVOG op bezoek bij Eemdijk. Lisse heeft het halverwege redelijk op de rit. Maar 0-1 is wel een minimale marge. Van de Putten, Klooster. De Lissenaren zetten aan. De Loor, hij is ook nieuw. Wordt van het scoren afgehouden door Rijnvis. Geen vaste waarde bij Katwijk. Nu hoopt hij de lijnen uit te zetten bij Lisse. De Loor opnieuw. Aitaf Kier. Een tweetje mislukt. En dan is het oppassen geblazen. Want ze hebben snelheid in de omschakeling, VVOG. Laitu Peresa. Verdedigende actie van Leroy Oelers, de linksback van FC Lisse. 14-voudig international van Aruba. Korte variant bij de corner. Richting het hoofd van Jan-Jurjen Hop. En die kopt de bal binnen. En viert het met die paar supporters die achter het doel staan. Wat een vreugde. VVOG komt langs zij. Desorganisatie bij FC Lisse. En de kopbal van Hop. Daar heeft ook Cummins het antwoord niet meer op. En je mag het niet onverdiend noemen, want VVOG heeft in elk geval meer aanstalten gemaakt om tot treffers te komen. Een uur op de klok en een 1-1 stand. Ayoub Aitafkir. Eind vorig seizoen begon hij een beetje op dreef te raken na zijn tussentijdse overgang van de Putten. Dit is een stuk minder dan die vroege goal die hij voor zijn rekening nam. Wissel bij VVOG. Daar mag een jongeling zijn opwachting maken. Joshua Tijdens. Vorig jaar veelvuldig uitgeschakeld met blessures. Nu draaft hij op voor Caivano Laitu Peresa. Daar is Tijdens. Het zal toch niet gebeuren? Joshua Tijdens. Exact 30 seconden staat hij binnen de lijnen. En dit mag je met recht een gouden wissel noemen. Op aangeven van Rihairo Meulens, oud-prof van onder meer Vitesse. En Tijdens met zijn eerste balcontact brengt hij Sportpark de Strookel lichtelijk in extase. In het veld, en dit is een hard gelach voor FC Lisse dat eigenlijk dit een beetje over zichzelf heeft afgeroepen. 20, en nu dus aan de bak moet het laatste kwartier. Met Milton Klooster. Weinig in stelling gebracht. Kopkans. Gaat er niet in. En voor Lisse begint de tijd te dringen.
FC Lisse won wel in de voorronde van de KNVB-beker van SJC. Ook niet met hoogstaand spel. En nu dan komt daar de gelijkmaker. Nee, Klooster claimt daar te zijn gehinderd. En de scheidsrechter heeft het gezien. Die trekt resoluut rood voor Wilco Braam. Het is een overtreding buiten het 16 meter gebied. Licht aangeraakt, wel het opnemen van een scoringskans. Zo is de lezing van de arbiter. En dus met de laatste paar minuten op de klok een man meer voor FC Lisse. En een vrije trap in het vooruitzicht. Wordt het Van der Zwet of Stevens, de invaller? Het is de laatste. Maar ook dit levert niks op. En dan lijkt het heel slecht af te lopen voor Lisse. En goed voor de mannen van deze Henny in het Hof. De coach van VVOG. Blessuretijd zit erop. En daarmee komt deze wedstrijd ten einde. Lisse begint slecht aan het nieuwe seizoen. Het verliest met 2-1 op bezoek bij VVOG.